is het project Sustainable Campus Launching Customer. Een project waarbij we kennis delen tussen verschillende universiteiten in Europa. Waaronder bijvoorbeeld Berlijn, Warwick, Valencia en Parijs. Veel meer die rol van de campus zelf als een testbed voor innovatie. Het praktische voordeel is ook dat de eigen operatie van de universiteit dat ook kan benutten. Dus de facilitaire dienst, de vastgoedorganisatie, die zien ook steeds meer dat de kennis van de studenten en de onderzoekers benut kan worden om zelf snel slaag te maken op energiereductie en CO2-reductie bijvoorbeeld. Het mooiste vind ik als er een verbinding is tussen bijvoorbeeld studenten en onze bedrijfsvoering. Als ik studenten vraagstukken kan geven die ze uit kunnen werken voor een project of voor een studiepunt. En ja, dat ze dan vervolgens wat voor mij uit kunnen zoeken. En het allermooiste is als het dan vervolgens ook gerealiseerd kan worden. Op ons wiskundegebouw bijvoorbeeld staat een proefopstelling van allerlei verschillende soorten zonnepanelen. En het is gewoon mooi als onze eigen wetenschap wordt toegepast op een van onze gebouwen. Je moet je voorstellen dat we willen weten op welk moment er veel zonnestroom aan gaat komen. Want dan kun je daar je op instellen. Nou, wat we hier zien staan, deze opstellingen op de Uithof, die we het UPOT noemen. Dat is een opstelling die deel uitmaakt van een groot regionaal netwerk van allerlei zonne-energiesystemen, van PV-systemen. En die vormen als het ware één grote sensor. En die meten de opbrengst op een bepaalde locatie van de zon. En wat je dan krijgt is dat dit systeem hier meet wat hier gebeurt. En daarmee kun je voorspellen, deze gegevens geven wat aan, wat er bijvoorbeeld in Amersfoort gaat gebeuren over een half uur. We staan hier bij de Zero Emission 3. En hier hebben we het eerste prototype van de Zero Emission 3. Hier is het allemaal mee begonnen. Toen dachten we van, zoiets moet het worden. Hij werkt heel simpel. De zonnepanelen genereren natuurlijk de energie, zetten de energie van de straling van de zon om. En die gaat gewoon met de kabeltjes gaat die in de stam. En dan hebben we verschillende varianten. We hebben een variant die is in staat om die energie op te slaan. En die zou dus zelfstandig, autonoom geplaatst kunnen worden in een bos of zo. Dat is ook de variant die we op de botanische tuin zullen vinden. En de andere variant is een variant die direct aangesloten is op het stroomnet. En die levert de opgewekte energie eigenlijk weer direct terug voor gebruik, waar dan ook.